naam is Jelle Zijlstra en ik heb de vakwedstrijden weer voor u gemaakt. En ik ga ze één voor één voor u uitleggen wat het inhoudt. De vallende marmer is de C2C. En dat is echt voor de specialisten. Ik moet de juiste erbij pakken. Wij vragen voor de specialisten dit keer de grijze bres marmer. Wat is het verschil tussen de witte bres, de grijze bres? Nou, volgens mij heel weinig. Ik ga ervan uit dat de grijze bres meer grijze stukken in heeft, dat wat de overhand moet hebben naar de witte brokstukken, want het is een brokkenmarmer. Dit wordt uitgevoerd ook weer op een paneel, staanpaneel van 80 bij 60 centimeter breed. Het aanbrengen van een grijze bres, dat kan in olie, maar ik ben een voorstander van acryls. En ga dan heel licht beginnen met van licht naar donker werken, dat je echt die partijen, die brokstukken, steentjes erin krijgt. En in verschillende glacielagen zou je dit goed kunnen bereiken, doordat het, het moet transparant zijn. De ader komt op, gaat weer zakken. En in die grijze stukken zitten ook heel veel mooie weer steentjes in. Dit zijn wat de voorbeelden die ik heb van een grijze bres. Ik heb het zelf nog nooit gedaan. Dus het lijkt me een hele mooie uitdaging voor de specialisten dit jaar. Ik zou hem zelf met de acryl uit een wit vond. En dan met heel licht grijs eerst, heel ruw met spouwen zo'n oude ronde puntkwast, de formel aangeven, de partijen. En steeds meer opbouwen, dus van laag naar laag. Ondertussen verdassen uiteraard. En heel veel met een tweewiek en een marmerpenseel van marterhaar. Dat is die hele mooie punten met een dikke krop. Kan je heel mooi die kijkjes en uitsparingen al aanbrengen. En ja, het heeft ook wel een bepaalde stroomrichting. Maar het is toch ook wel weer heel divers. De grijze bres. Ja, als je op internet gaat zoeken, is het heel moeilijk. Maar ik ben erachter gekomen dat de marmerboeren de grijze bres onder de noemer Arabescato hebben. En de Arabescato fagiel die komt wel overeen met de witte grijze bres. Dus het is marmer uit het Carrara-gebied van Italië. De Apennijen ligt in Toscane, waren dus heel veel marmersoorten. Het witte Carrara-marmer, dat wordt Calata genoemd. En de grijze bres, dus Arabescato. En heet ook wel eens Corsicia, die is wat harder. Waar de jury ook weer op gaat letten, is op de kleur, het karakter van het marmer, de techniek, de artistieke waarde. Ga je een trompe-l'oeil erin zetten, dat moet geen afbreuk doen natuurlijk. De afwerking van het oppervlak en de maatvoering en de totale verzorging. Wat ik zelf heel veel doe met de afwerking van het oppervlak is, er komen vele acryl-polyuretaan vernislagen overheen. En die ga ik dan schuren. Vanaf soms 600, 800 tot met marmer, maar het wel tot 3000. Een schuurpolaspasta gebruiken en een finishpolis machinaal. Dan gaat de oppervlakte bewerken dat je een eigen stenende uitstraling hebt van het marmer. Ook weer iedereen succes met deze prachtig mooie opdracht.